Vandaag zijn we aangekomen in het prachtig mooie Winschoten. Wij gaan hier meedoen met de Run Winschoten. 10 kilometer wordt dit. Er zijn ook ultralopers bij die 100 kilometer lopen. Mij is het wat te warm met 30 graden. Dit wordt een zware run. Dit wordt een warme dag. Ik ga op zoek naar ons tentje, want ik doe mee met een groep uit Winschoten. En wij gaan 10 keer 10 kilometer lopen. Maar we nemen natuurlijk alleen 1 keer 10 kilometer op. Ik zie jullie zo bij de stand, waar mijn startnummer waarschijnlijk ook ligt. Nou, we hebben de plek van de start gevonden. De eerste jongens gaan nu lopen, ook de eerste van mijn groep. We gaan eens even kijken hoe ze het doen. Nou, ik heb het startnummer al gekregen bij de partytent. Dit is geworden nummertje 300 en dan nummer 4. Ik ga als vierde starten en het is een soort estafettevorm. Ik word aangetikt, daarna ga ik rennen. Kom ik weer over de finish, tik ik de volgende aan, gaat die weer rennen. Dus het is net eventjes iets anders dan normaal. Nou, wij gaan het startnummer even bevestigen en dan gaan we nog even verder rondkijken hier totdat we mogen starten. Oh ja, wat ik nog niet heb verteld, deze run wordt dus georganiseerd, tenminste ons team wordt georganiseerd door Rob. Rob is als eerste gaan lopen en Rob komt er zo weer aan. Ik heb voor iedereen een lekker speciaal 0.0 biertje geregeld. Die zitten hier allemaal in een mooie tas. En iedereen die gerend heeft mag dus eventjes genieten van een heerlijk 0.0 speciaal biertje. Nou, wij wachten even op Rob en we gaan eens even kijken hoe hij het gaat heeft. Ik ben zeer benieuwd. Het team waar ik trouwens bij ren, je kan het hierop zien. Het is IKC Sint Vitus. Dit is een school in Winschoten. Dat zijn allemaal medewerkers van de school. En ik ben dus gewoon eventjes de buitenstaander. Nou, we hebben Rob hier. Rob heeft al gelopen. Ja. Rob heeft het eerste rondje gelopen. Ja. Hoe was het? Warm, maar was prima te doen. Hartstikke gezellig, heel veel feest langs de kant, dus top. Ja. Oh, nou, dat heel veel feest, dat bevalt mij ook wel. Ik hoop dat ze heel veel drinkpasjes aan de kant hebben. En wij gaan nu genieten. Wij gaan richting de start. Rob, tot bij de afsluiter. Tot zo. En wij gaan nu rennen. Tot zo. Nou, Marlies, jij moet mij aantikken. Ja. Dus Marlies, als zij over de finish komt, tik ze mij aan. Helemaal goed. En dan ga ik rennen. Oké. Okay, succes! Ja. Dankjewel. Nou jongens, we zitten nu in het wisselvak. Marlies komt er nu zo aan. Ze gaat mij aantikken. Ik ga de 10 kilometer doen. En daarna mag ik Marcel weer aantikken. Zo gaat het gebeuren vandaag. En wij gaan eens even kijken waar Marlies is. Ja, met veel fans langs de kant. Daar komt ze aan. Gaat super. En go. Daar gaan we. Jongens, tot straks. Horloge kan aan. Nu. En daar gaan we dan. 10 kilometer. Tot bij de eerste pitstop.
Saturday night at the arcade, silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade, silver coins in his hand. Nou jongens, het is zo belachelijk warm nu hier. We worden gewoon nat gespoten om even een beetje verkoeld te worden. Is dat niet lekker? Is dat niet heerlijk? Ah! Zo. Hopen dat de camera een beetje droog blijft. En anders poetsen we die nog wel even. Af. En door.
say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. I'll go through fire, I'll climb the mountains for you. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on. No, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. We're gonna find them. La 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 la. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. 'Cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone. We'll be right back.
You still make me feel like you used to back then. I'm feeling our history so close I can touch it. I just can't stop thinking about us back then. Make it out in my room, nobody had a clue. Sneaking out past curfew, we were only 17. Didn't say I love you, but we knew it was true. To this day I still do. Kijk eens jongens, en dan zie ik hier weer een heerlijk drinkpasje. En die hebben wij ook wel nodig met deze temperaturen. 30 graden, 31 graden geeft mijn horloge aan. Nou, dat is warm genoeg. Ik ga maar eens even een beetje vocht naar binnen werken. Dat lijkt mij meer dan brood nodig. En ja, dan hebben we nog 7 kilometer te gaan. Lekker man. Nou, even een slokje jongens. Ah, lekker. En vergeet niet jongens, even abonneren, like deze video, druk op het belletje en wij gaan weer een stukje verder met deze moeizame, warme, het is ook drukkend weer, dus drukkende run. Even de goede positie van de camera pakken. En om niet mijn estafettemaatjes teleur te stellen, rennen wij nu even weer verder. Jongens, tot de volgende pitstop. Jodel.
Nou, het is net 4 kilometer. Maar ik zie daar nu even een paar bekertjes water staan. Laten we er maar eventjes weer eentje meenemen. Want het is bloedje heet. Je moet echt goed drinken. En dat doe ik dan ook. Ik heb voor de run al wel een halve fles water leeg gedronken. Mm. En ik denk dat ik dat tijdens deze run ook nog wel doe. Want ja, wat ik zeg, 32 graden zegt mijn horloge al. Dat zijn geen septemberse temperaturen voor Nederland. Dus als ik deze overdoe, graag even 10 graden kouder. Zou ik leuk vinden. Nou, en ja, volgende week gaan wij meedoen aan een van de leukste loopjes van Drenthe. De 4 mijl van Assen. En ja, gaan we 4 mijl doen. Lekker kort loopje, even weer. Dus, maar ik moet zeggen dat Winschoten er ook wel prachtig uitziet. Dit had ik niet verwacht van dit mooie dorp, stad. Succes. Ik weet het even niet. Hier is het afval. Altijd weer netjes. In de afvalbak gooien natuurlijk. Lukt niet iedereen. Mij soms ook niet hoor. Maar ja, we gaan in die broeierige hitte nog maar even door. En ik zag al, het wordt tot 4 uur. Steeds warmer en warmer. Dus hoe harder ik ren, hoe koeler het blijft. Nou jongens, tot de volgende keer. Tot de volgende pitstop. Geniet er nog even van, mensen. Ja, toeschouwers zat hier. En wij gaan door. Yo! Thank you.
Nou, daar staat hij alweer. Start, refreshment, verzorging. Jan nodig hebben. Jan bijna als Yoda praat, want Jan die krijgt er niet zoveel woorden meer uit. Nou, we gaan eens eventjes kijken wat voor lekkers ze hebben. Ik hoop weer op het doorgaans een lekker glaasje water. En ik zie nog wat bakjes staan, ik ben eens even benieuwd. Nou, hartstikke bedankt. Ach, ze hebben allemaal banaantjes en lekker water, jongens. Het is één genot. Wij pakken er maar even een banaantje bij. Want ja, het is hartstikke zwaar. Dan zien de jongens natuurlijk bij de start dat er geen kilometer meer bij opkomt. Ja, dat is even niet anders. Niets aan te doen. En ja. Van de titieren. Oh, daar hebben we aan mee gedaan, ja. Ja, weet ik toch, of ik er nog water onder had. Ja, klopt. Ik heb hem nou zelf kunnen pakken. Ja, ben dus, je bent nummer 4. Heb je een heel team? Ja, we hebben een heel team. We lopen met 20 man, team van 2. Oh. Dus ja, lekker. Ja, ik heb er zelf weer overschat. Ik heb er 50 van gemaakt. Oh, nee toch. Met deze temperatuur. Ja, die is echt zwaar. Nou, heel veel succes, jongen. Ja, hierna nog één ereronde, zo noem ik dat dan. Oh, kijk eens. Nou, dan ziet je vast de finish nog overkomen. Ik zie je op YouTube. Yo. Ja, dat was weer één van onze kijkers. Die had dus bij de TT-run, als je die even terugkijkt. Ja, ik weet het nog wel. Zaten wij vlakbij een brug. Nou, die lieve man die had mij even wat water gegeven, omdat ik het niet meer aankon. Nou, ik kan het nu alweer een beetje aan. Ach, jongens. Nog geen 5 kilometer meer, maar klagen we. Nee, nog geen 33 graden, nog steeds 32. Dus dank u wel. Ik ben overal succes gewenst. Dat is toch heerlijk. En daar beginnen de feestjes alweer. Wij gaan door, jongens. Yo! I'm shaking.
believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. 'Cause you're the best thing, best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. 'Cause you're the Trouwens, nog een leuk weetje, jongens. Ze hebben hier dus ook een soort straatfeest. En ze versieren allemaal de straten. En ja, wie de mooist versierde straat heeft, die wint dan een klein prijsje. Nou, dat is toch hartstikke leuk dat ze dit soort dingen doen. Ja, dat wil ik jullie even vertellen. Kon ik even rustig aandoen. Gaan wij nou weer. Dankjewel, hè. En dan gaan we nou weer door. Voor de laatste... 4 kilometer zie ik alweer. Jongens, tot bij de volgende gegarandeerde pitstop maar weer. I used to give it out for
Nog net geen 7 kilometer. Maar jongen. Hier is een straat. Zonder schaduw. Oh, 7 kilometer. Denk jij hetzelfde? Ja, want we lopen hetzelfde rondje natuurlijk. Maar ja, lekker. Maar dit is niet lekker, jongens. Het is echt te warm. Het is ook 2 uur 's middags. Ze hebben hem mooi ingedeeld. Dank je, Rob. En ja, geef het eens, jongen. Ik ben al blij dat ik door jullie uitgenodigd ben om mee te mogen doen met Sint Vitus. Een school in Winschoten waar heel veel medewerkers druk aan het hardlopen zijn. Nou, we zien dan nog even een feestcomité aan mijn linkerhand. Kijk weer eens. Die zijn weer lekker biertjes aan het drinken. Nou, wat dat betreft ben ik trouwens ook wel benieuwd wat voor speciaal biertje mij vandaag weer is meegebracht. Er staat er 2 in. Voor mij 1. En voor Agni staat er Rob ook 1. En ik krijg nog meer tasjes mee. Voor alle deelnemers. Dus alle deelnemers van ons team. En dat zijn er 20. Dus er was een zware lading meetillen richting de start. Nou, ja, als we zo blijven lopen zijn we daar vanavond nog niet. Dus, wij gaan even weer een stukje verder. En ik hoop dat de zon ook weer een beetje gaat dalen. Een keer een schaduwtje. Maar ja, bijna geen wolkje te bekennen. Dat is dan weer jammer. Maar ik hoop dat ik zo genoeg ben uitgerust. Ik heb weer hartslag 160 te pakken. Net alweer 175. Jongens, ik wandel nog even 2 seconden. En dan zet ik het weer op en rennen. Tot zo. Thank you.
Nou, dit wordt ongelooflijk veel stappen, jongens. Ongelooflijk veel stappen. Want Jampie krijgt een beetje zuurbranders. Nou ja, ja, we gaan er maar vanuit. Ik ben vroeg op bed gegaan. We drinken niet meer. We roken niet meer. Dus ja, ik denk echt dat het van het warme weer komt. Dat mij dat nu parten speelt. En 32 is toch te veel. Dus, maar dat geeft niet. Het is alleen een beetje, ja... sneu voor het estafette team dat ze wat achter gaan lopen door Jampie. Want ik heb gezegd dat ik het in 60 minuten zou doen. Nou, mijn voorganger was er ook niet binnen de gestelde tijd. Ik ook niet. Dus plak voor ons team er maar gerust een half uurtje bij op aan het eind. Geeft allemaal niks. Nou, ik geniet nog even van de schaduw en dan rennen we weer verder. Nog maar 2 kilometer, jongens. Nog maar 2 kilometer.
8,5. En weer een bekertje water. Het houdt niet op, jongens, met die bekertjes. Ik klot straks over de finish heen. Lekker klotsend over de finish. Ja, heerlijk. Nou, Rap zal wel denken, is hij weer aan het lopen? Gaat hij weer met een peesje van 10? Lekker toch, jongen. We komen er wel. Het duurt alleen iets langer dan een uur. Ik gok iets onder een uur en 10 minuten. Nou, ook een mooie prestatie met deze tijd. Met deze temperatuur bedoel ik. Spraakgebrek komt weer. Hartslag is weer te hoog. Nou, ik zie dat we daar een hele gezellige straat in gaan. Dus wij rennen daar maar eens even doorheen. Eens kijken hoe gezellig dat straatje is. Oh, nog steeds 170, jongens. Terwijl ik wandel. Het is niet goed. Maar ja, gaat hij weer. Yo, yo. Nou, dit was de laatste kilometer die we nu gaan doen. Nog 900 meter, jongens. En dan hebben we hem alweer te pakken. De 10 kilometer windschotelrun. Heerlijk. En ja, bij de 500 meter moeten ze mij kunnen zien. Dus ik moet zorgen dat ik vanaf 500 kilometer natuurlijk niet meer wandel. Al zien ze de video natuurlijk wel. Ja, is ook weer onzin. Ja, wat ik al zei, 4 mijl van Assen, week erop de herfstbosloop in, wat was het, Zuidwolde geloof ik. Ik weet het niet precies.
Daarna hebben we de 4-mijl van Groningen. Ik geloof dat we daarna al de TCS Amsterdam Marathon hebben. Nou, dat is geen marathon. Ik doe de halve. De hele is nog een beetje te hoog gegrepen voor mij. En ja, moet ik me daar maar even zien te redden. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben YouTube. Jazeker. Subscribe. Abonneer. Like. Belletje ringelen. Nou, wij hebben nog een klein stukje te gaan, jongens. Ik moet nog even kijken. 800 meter, ik moet dat redden. Maar ja, wel kapot wat ik al zei. Ze zullen wel denken, wat duurt het lang met die jongen? Hij is al 1 uur en 2 minuten onderweg. Nou, jongens, daar gaat hij weer. En go. Oh, ze komen voorbij, jongens. Allemaal. Nou, dat is hem dan, het allerlaatste stukje. Ik zie de finish al. En daar staat Marcel op mij te wachten om weer een rondje te gaan doen. Nou, zeer benieuwd of hij er staat. Ja.
Ja, de 10 gehaald. En dat is Marcel. Marcel, zet hem op, jongen. Bezig, jongen. Yo. Nou, dat was hem dan. Prachtige medaille erbij gekregen. En wij gaan nu zo snel mogelijk op naar de afsluiting. Nou, dat was hem dan. De run van Winschoten. Ze noemen het run Winschoten, geloof ik. We moeten het nog eventjes nakijken. Maar het was een bikkelzware. Meer dan 30 graden. En dat is september. Ja, het was bijna niet te doen. Wat vond jij ervan, Rob? Jij was als eerste begonnen. Nou, ik vond het wel lekker. Ja, ja. Lekker warm. Hij vond het heerlijk. Heel scheervol. Hij begint om 9:30. Hij vindt het heerlijk. Ja. Jampie moest tussen 1 en 2. Nou, dat is een tophitte. Geef ze allemaal niet. We hebben hem gehaald. Iets langzamer dan normaal. Maar als je hem maar gehaald hebt, dat is het allerbelangrijkste. Jongens, wat ook belangrijk is, even niet vergeten, eventjes abonneren op mijn kanaal. Like de video en ring al even aan het belletje. Vind ik altijd leuk. Volgende week, ja. Volgende week, wat gaan we doen? Wat gaan we volgende week doen? Nou, dat weet jij. Dat weet jij nog niet, hè? Nee, dat weet ik niet. Volgende week gaan we de 4 mijl van Assen lopen. Dit is een prachtige run ook. Gaan doen, heel veel mensen doen eraan mee. En ja, ik ben benieuwd hoe snel we die 4 mijl nu gaan doen. Ik hoop een keer onder de 35 minuten. Want ik ga hem wel eventjes een beetje kracht bijzetten. Ja, en die week daarop zit ik zelfs in de herfstbosloop in Veenhuizen. Die week daarop de 4 mijl van Groningen. En die week daarop gaan we meedoen met de halve marathon van Amsterdam. Zo. Flink trainen nog. Ja, ik heb het druk, Rob. Ja. Nou, hartstikke bedankt dat je mij uitgenodigd hebt. Ja, voor deze heel leuk dat je meegedaan hebt. Nou, wij zien elkaar zo in Amsterdam weer. Ja. Maar ja, het belangrijkste nog even. Het speciaal biertje. Het speciaal biertje. Ik ben hartstikke benieuwd wat ons meegebracht is, jongens. Dat is ook leuk. We gaan eens even kijken. Zo. Een Affligem Blond 0.0. Kijk eens even, jongens. Lekker hoor. Dat ziet er weer lekker uit. Nou, ik heb er een opener bij. We plappen hem even open. Komt ie. Hatsakee. Hatsakee. En we gaan eens even proeven hoe die smaakt. Proost, Rob. Oh, dit is een heerlijk biertje. Dat is een lekker biertje. Ja, lekker zoet. Ja. Toch weer lekker 0.0. Ja. Ik kan al die alcohol nog steeds niet aan na de vakantie. Vergeet ook even niet te abonneren op Rosso's Travel Channel. Prachtige video van Normandië geworden. 3FM was erbij, de bovenbuurman. Wat wil je nog meer? Ja. Wat zit er allemaal in? Gerstemout, glucosesiroop, suiker, hop. Ah, gewoon weer hetzelfde. Een beetje gerstemout, hop en smaakversterkers. Nou, wij gaan er heerlijk van genieten. En wij zien elkaar volgende week weer bij de 4 mijl van Assen. En zoals altijd, geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Tot de volgende Rosso's Running Channel. Heerlijk. Ja, lekker. Ja. Het is een prachtig dorp ook, Winschoten. Ja, het is een stad. Het is toch een stad? Het is een stad. Ik twijfelde onder de run. Anderhalf keer Bedum. Anderhalf keer Bedum. Ja, dat is wel een. Dat is wel groot. Ja, ja. Het zweten wil ook niet opbouwen. Ja. Gaan we zelf. Zo is het ook.